Hallo allemaal, Omslikkum hier en ik ben aan het knallen. Of ik ga knallen in de Kajero, jazeker. Ik kan hem eindelijk kopen. Ben eindelijk klaar met de Fubuki. Ik ga hem de Fubuki verkopen, deze aankopen natuurlijk. En dan vervolgens een potje doen, zoals het gewoonlijk gaat met deze filmpjes. Dus de Fubuki. Ik krijg 7,5 miljoen terug. Deze wil ik natuurlijk behouden. En de commando toe, de reserve. There we go. Nou. Moeten we weer terug naar de tech tree. Gaan we naar Japan. Dan zeggen wij Kajero. En dan zeggen wij purchase 13,2 miljoen. Heb ik dat ervoor over? Ik wil geen commander. Without a slot. Want ik heb echt genoeg slots. 30 miljoen. En there it is. There it is. Oké. Dit zit er dus inderdaad allemaal op. Upgrades. Nou, daar heb ik er heel veel van. Eventjes kijken. Laten we eerst eens eventjes kijken naar de stad die hij heeft. Laten we eerst eens even de commander erop stoppen. We moeten die hebben van de Fubuki. Yes. En ik ga hem ook volledig retrainen. Hoeveel is het? Ja, het is wel heel veel. Dan maar eventjes wat dubloons die ik van Lieutenant Perry en Lieutenant Peewee heb ontvangen als cadeautje. Super jong, hartstikke bedankt. En daar kan ik dit soort dingen mee doen. Dus deze zijn nu weer allemaal goed. En dan gaan we eens even naar de stad kijken. Kijk, survivability is een stuk hoger geworden. 30 de artillerie. Wat hebben we erop zitten? 3x2, 127 mm. Met een reload time van 6,7. Dat is, nou, dan moet ik even uitzoeken hoeveel dat is. Dat is niet zo heel erg veel. Maar goed, daar moet deze jongen het ook niet van hebben. Ik haal wel, let wel, 8,6 kilometer. Zo. Indrukwekkend, maar hier gaat het natuurlijk om. Kijk. Torpedo tubes. 2 keer 610 mm. En ze lopen 62 knoopjes met een range van 12 kilometer. Dit zijn dus dezelfde snelheid en range als de Fubuki. Ik ga het even factchecken. Hè? Anders krijg ik weer om mijn kop van Perry. Klopt dat? Ja, die had 3x3, 610 mm. Met een torpedo range van 10. Klopt dat? Want ik kan natuurlijk deze erop zitten. Die gaan 57, min 3, plus 5. Dus inderdaad, deze hebben exact dezelfde torpedo ranges. Maar deze kan ik dus uiteindelijk gaan upgraden naar meer damage, 20.000, bijna 21.000 damage per stuk. Rate of fire, ja, dat is om te janken ongeveer. Maar kijk eens, torpedo speed 72 knopen. Dat is eigenlijk niet normaal meer. Maar goed, daar heb je ook die huls voor nodig. Dus ik moet het nu even met deze doen. 2x4, het valt me een beetje tegen als ik heel eerlijk ben. Ik dacht dat ze er veel meer hadden, maar goed. Als ik zie wat voor kick-ass filmpjes mensen ermee maken, dan ben ik wel heel benieuwd natuurlijk. AA Defense zuigt, nou, dat interesseert me toch niks. Maneuverability, die is wel even ietsje minder als de Fubuki volgens mij. Ja, 79. 50 knopjes, 3,8 seconden. En deze zit op 78. Nou, dat scheelt ook inderdaad helemaal niks. Maar in ieder geval een beetje. En Concealment. Concealment, ja, kom maar Concealment. Hij wil niet. Concealment, dankjewel. Hij is zichtbaar vanaf 6,8 kilometer. Nou, dan ga ik nog inderdaad wat upgrades erop stoppen. Dus dat wordt wel even iets minder. Maar nog steeds, als je deze hebt, joh. Haal je, nou, normaal 20 kilometer. Nu is het dus 16 kilometer. 72. Bizar, bizar. Goed, wat gaan we doen? Natuurlijk, torpedo tube modifications. Die willen we hebben. Tjaka! Dan willen we de Gunfire Control System. Wat is dit eigenlijk? Repair time. Main battery. Ja, ja, ja. Welke gaan we eigenlijk nemen? Jeetje, hier heb je dus inderdaad helemaal niks aan.
Laat ik dat dan maar gewoon deze maand ietsje meer accuraatheid mocht ik toch moeten knallen. Dit is de nieuwste. Deze torpedo tubes. Ik heb dus gewoon niet genoeg, zie ik. Torpedo tubes modification. Deze geven min 15% torpedo tubes reload time. Dat is echt heel veel. En deze, maar ze geven dus wel 50% risk of torpedo tubes becoming incapacitated. Oftewel dat ze uitgeschakeld worden. Oeh, dat is er wel even eentje over om te. Om over na te denken. Dit is toch de enige die echt toe doet, zeg maar. Want dan herladen ze sneller. En ik moet maar zorgen dat ik out of range ben. Kan ik nu niet kopen. Steering Gears Modification. Ja hoor, die wil ik er graag op hebben. Propulsion Modification. Hij trekt sneller op. En heb ik dan deze al. Concealment, natuurlijk. Die wil ik ook erop hebben. En dan ben ik pas zichtbaar vanaf 6,2 kilometer. En dan ga ik straks ook nog deze doen. Dan haal ik dus nog 10% ervan af. Nou, dan zit ik onder de 5,8, gok ik ongeveer zomaar wat ik dan zichtbaar ben. Dus ik moet eventjes doorsparen voor deze module. Die Torpedo Tubes Modification. 3 miljoen. 50% reload time eraf. Die zit dus nu op 98 seconden, nou min 15%. Dus dan gaat er een seconde of 12, 13, 14 vanaf ongeveer. Ja, 14 denk ik. Dat is lekker snel in ieder geval. Dus die wil ik erop hebben. En dan gaan we nu kijken hoe die het voor het eerst vaart. Hij heeft één torpedo minder. Maar hij kan dus inderdaad die verre range aan. Dus daar wordt het ongelooflijk hard voor bikkelen. Even kijken, wat krijg je hierbij? Meer hitpoints nog. Meer IA mounts. Lekker belangrijk. En volgens mij gaat ook mijn rudder shift time iets naar beneden. Nou, iets naar beneden. Wow, 2,7 seconden. Dat wordt echt een rap dingetje. En met de C, versie C, dan raak ik twee kanonnen kwijt. Maar dan krijg ik er wel een soortje aalmounts kwijt. Het zou jammer zijn als ik die dus moet kopen. Dat moet je dus inderdaad ook. Dan hebben we nog dus inderdaad de range. Nou, dan ga ik naar 9,4 kilometer. Echt, dat zou me aan mijn aars oxideren. Om het maar even Nederlands, netjes Nederlands te zeggen. Die kost 14.000 XP en 1,1 miljoen om te kopen. En ja, ik knal toch niet met dit ding. Dat is toch niet het idee. Het gaat om deze twee jongens. Goed, ik ga even aan de slag. Ik ga even aan de gang. Hij is er voorlopig nog lang niet totdat ik de volgende tier kan unlocken. En dan ben ik nog minder zichtbaar. En daarna gaan we gewoon lekker verder spelen. En op naar de Shimekaze. Mijn tweede tier 9 Japanse destroyertje. Nou, mijn eerste destroyer, maar mijn tweede tier 9 in ieder geval. Ik ga hem even pauze zetten. Zodra ik in-game ben, kom ik weer bij jullie terug. Tot zo! En we zijn er, jazeker. Nou, ik ben onderweg naar B. Daar moet ik altijd een beetje mee oppassen, maar ik lig nou eenmaal vooraan. Torpedo's zijn bijna geladen. Ik kan hem natuurlijk absoluut nog niet halen. Oh, en er ligt een ander klein etterbak hier. Daar dus. Een Benson. En daar moet ik dus gewoon voor oppassen. Want die schopt mij helemaal kont. Als ik niet oppas. Kom op. Oh, mis. Mis en mis. Ach, nu al slecht. Smokescreen, tuurlijk word ik natuurlijk wel geraakt. Het zal dan ook niet. Jongens. En waarom staat mijn P nog niet uit? Omdat ik dat nog niet ingesteld heb. Dit kan wel eens een heel kort eerste potje worden op deze manier. Jongens, man, hé. Hey. Tuurlijk, vol op mijn bakkers. Hé, waarom ook niet? Maar echt heel slecht voor mijn torpedo's die ik er zo uitlaat. Echt heel slecht voor mijn torpedo's. En daar ligt ook nog een Atsuharu. Ach, jeetje, mina. Die gooit hem stil. Achteruit zelfs. Hoppakee. Eén keer hit. Nou, ik heb in ieder geval wat geraakt. Zo. Het is wat. En zolang dat huftertje boven me blijft hangen, ben ik zichtbaar. Die moet ik even wegjagen. Nee, ik ben nog steeds zichtbaar.
Nou niet meer, hè. Goed, kan ik me concentreren op waar ik goed in zou moeten zijn. En dat is het in elkaar schoppen van tegenstanders, hè? 4 seconden reload time. Ik zit gewoon bij die mensen net niet op te letten hoor, kan ik je vertellen. Op. En eentje breed. Oh, die is er nog niet. En ik ben weer detected. Dat kan nooit goed zijn. Hopsakee. Als... Ah, gewoon eromheen. Hoe krijg je er omheen, jongens? Kom op. Vol op die mensen, hè? Ik raak wat. Als hij me nou gewoon eventjes mist. Wat ziek idee! Oh, natuurlijk is er weer wat stuk bij mij nu. Maar mijn eerste damage is gemaakt. Mijn eerste hit. Oh, wat lachen. Oh, wat lachen. Nou, haal nog eens even het vliegtuig eens neer. Goed. Nou. Had ik eigenlijk niet helemaal verwacht hoe het net ging. Maar goed, ik leef nog. Ik leef nog steeds. Dus ik ben onderweg richting B maar eventjes. En dan gaan we maar die kant op. Jazeker. Ik was nog één ding vergeten net te mounten. En dat was de camouflage. Daar ben ik natuurlijk nog wat minder zichtbaar. Dat ga ik straks nog eventjes doen. Volgende potje dat ik ga spelen. Maar voor nu vind ik het wel even gebakken. Dan heb ik nog 3 of 4% of zo eraf. Dus dan zit ik helemaal op 6,1 kilometer of zo dat ik zichtbaar ben. Ja, dat is gewoon te gek. Daar is een Admiral Hipper. Een admiraal de Hippert. Torpedo's zijn geladen. Dus laten we er gewoon op afgaan. Hij is bijna binnen bereik. Maar kan je nagaan als je straks die grote torpedo's te pakken hebt. Die lopen 10 knopen harder. Dus dat is bijna 18 kilometer. Nee, 1,8 zeemijl is een zeemijl. En dat niet alleen. Ze doen zo ongelooflijk veel damage. 20.000, 21.000 per stuk. Ja, ik snap wel dat de mensen hier bang van werden vroeger. Nou, dat ga ik dus never nooit halen. Dus ik ga even het gebied in om hem dan vervolgens af te knallen. Tenminste, hopen dat hij deze kant op draait. Zodra ik stelling neem. Hoppakee. Dat moet hij zien. Dat moet hij zien. En wat doet hij? Hij vaart gewoon recht door. Oké. Okay. Of niet? Nee, dat doet hij niet. Zie je wel? Ik vaar er gewoon even dwars doorheen. En dan... ik ben detected. Door wat? Dan moet er een klein huftertje liggen nog. Een andere Casero. Oh, dat is mooi. Ja, tuurlijk. Hoppakee, niet stuk. Tuurlijk niet stuk. Ik ben even weg van. Oh, het zou mooi zijn namelijk als ik... Oeh, dat is mooi. Als ik zijn... Ja, kun je maar... Zijn, hoe heet het, kapot maken. Wat ze altijd bij mij ook doen. Zijn rudder. En weer iets stuk bij hem. Hij gaat helemaal mis. Oh, nou moet ik op gaan passen. Want de rest komt ook natuurlijk naar me toe. Want ze moeten allemaal een hapje verslikken. Wel iets stuk bij hem. Oh, maar ik ben ook bijna de pijp uit hoor, kan ik je vertellen. Belachelijk weinig hulp voor mijn teammaten trouwens, als ik heel eerlijk ben. Oh ja, en dat was hem mooi. Ja, goed. Niet zoveel kunnen doen.
Ik ga gewoon niet meer capturen met die dingen. Het spijt me. Gemaakt. Dus ik ga het niet meer doen. Maar goed, een klein inkijkje. Eerste gevechtje, toch nog iets laten zinken. Twee torpedo hitjes. Devastating Strike, First Strike, 19 hits en een vliegtuigje en twee keer flooding en nog een zoutje kapot gemaakt en in de vuur gezet. Jazeker, dat is het eerste gevechtje. Volgens mij heel veel potentie. Een beetje hetzelfde als de Verboekie, maar dan nog net even wat beter, denk ik. In ieder geval. Goed, bedankt voor het kijken. Mocht je mijn filmpjes nou leuk vinden, zou ik het tof vinden als je even op die duim omhoog knop drukt. Of word lid van mijn YouTube kanaal, zou ik nog toffer vinden. Heb je vragen, kan je ze stellen via YouTube. En dat was het. Tot op zee. Tot de volgende keer. Hoi hoi.